Ja, Ben, hoe kan dat toch? Heel simpel, hè? Echt waar? Heel al die goede voornemens en het heel lukt simpel. Allemaal niet. En wat ik doe als mental coach is uitleggen dat jij jezelf het beste kunt zien als een systeem. En als je jezelf ziet als een systeem, dan kun je alles wat in je omgeving gebeurt, ook mentaal, ook emotioneel, kun je zien als een kun je waarnemen voor. Dus ik ben een machine, ik ben een systeem aan zich en ik kan mij. Als je naar jou kijkt bijvoorbeeld, dan zie je gewoon van je hebt een brein, dus 1,6 kilo die tussen je oren zit en die wordt geïnformeerd door jezelf, maar ook door anderen, beïnvloeding van anderen. Ja. Jouw brein geeft alle informatie door in je lichaam. Alles wat jij doet, je lacht, je kijkt, je drinkt, dat wordt aangestuurd door je brein. Ja, en daar kan je zelf aan sleutelen. Ja, wie stuurt je brein aan? Ja, nou ja, als je gewoon gaat kijken, zie je dat de meeste mensen worden aangestuurd door een ander. Die vinden het belangrijk wat een ander ervan vindt. Maar wat vind je zelf nu? Dus goede voornemens werken dan misschien alleen als jij tegen je eigen brein vertelt, ik wil dit echt. Als je weet waarom je dat doet. Okay. Waarom rook je? Ja. Jij doet triathlons. Waarom doe je aan een triathlon? Waarom? Leg mij eens uit, waarom doe ik mee aan een triathlon? Dat je het leuk vindt waarschijnlijk. Ja, precies. Dus dan heb je er ook wat voor over. Ja. Maar als je zegt van, waarom rook je? Waarom rookt iemand? Waarom eet iemand te veel? Ja, en dan komen er toch zoveel mensen die dus te veel eten, willen afvallen. Ik heb uit onderzoek van de NOS, 98% van de mensen die een goed voornemen hebben, en dat gaat over sporten, dat lukt dan niet, hè, uiteindelijk. Hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat we dus wel iets willen, maar erin falen? Ja. Maar wat ik je zeg is van dat je een goed voornemen hebt, maar jezelf niet vaak genoeg de vraag stelt, dus jezelf niet genoeg koort van waarom wil je eigenlijk iets? Ja. En dan heeft het heel veel te maken met wilskracht. Meneer Holtmaat, heeft u een goed voornemen? Nou, ik ga net als vorig jaar, ik heb één voornemen, en dat is in de vaste tijd, de 40 dagen tijd, drink ik geen alcohol. En lukt dat dan ook? En dat lukt de laatste jaar. Ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Maar ik doe het wel met een groepje mensen samen. Ik verzamel wat mensen om me heen. En ik stuur die mensen ook elke dag een mail. En dan lukt hoe het ermee is. Is dat een goed idee? En dat stimuleert om het samen absoluut te doen? Ja, dat stimuleert. Ja. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat je het ook zelf kunt. Dat je zelf jou zo aan kunt sturen wat je zelf graag wilt. En als je waarnemer wordt van de emotie die in jouw leven gebeurt, dan kun je veel beter met allerlei emoties omgaan. En dat geldt natuurlijk niet alleen in vandaag, hè, in begin januari, met al die goede voornemens, maar veel voor altijd. Ik zeg net tegen hem ook van heel veel mensen die zijn ermee bezig. Ja, als ik maar niet aankom tussen kerst en nieuwjaar. Nee, je komt niet aan tussen kerst en nieuwjaar. Je komt aan tussen nieuwjaar en kerst. Ja. Dus je moet gewoon anders naar de dingen kijken. Ja. En dat leer je mensen als mental coach. Dat doe je al jaren. Maar dat doe je ook vooral bij sporters. Daar gaat ook dit boek over, hè? Vooral eigenlijk. In je nieuwste boek. Waarom hebben sporters dat zo nodig? Nou, als je gewoon al weet, wat ik net vertel over je brein. Dat er nu, er is ook een wetenschappelijk onderzoek geweest, dat er nu zoveel informatie, de prikkels van buitenaf in je brein komt. In één dag, dat mensen 300 jaar geleden in een levenscyclus, dus 50 jaar. Je moet je eens voorstellen, sporter zijnde, kijk alleen eens naar het voetbal, kijk naar het wielrennen. Ja. Alles wordt uitgezonden, alles komt voor tv. Er is totaal geen privacy meer. Als er ook maar wat gebeurt, het wordt direct eraf gereken. Maakt dat de druk voor sporters dan ook enorm groter? Enorm. Ja. En dat beseffen heel weinig mensen. Gewoon al dat je weet, wat daar ook in het boek staat, de kracht van de gedachten. Dat je weet van ook dat je hier naartoe komt, naar deze uitzending. En dat je denkt van oké, we zullen het eens over hebben. En allerlei gedachten, alle spanningen kunnen er binnenkomen. Je kunt onderweg een sms'je krijgen. Je kunt horen krijgen dat laatst in Parijs de invloeden, de invloed van Parijs, de angst. Ja. En die angst wordt maar groter en groter en groter. En dat geldt dus zeker voor sporters, want die moeten dan presteren. Maar dat geldt dus eigenlijk feitelijk voor iedereen. Voor iedereen. Wat zul je een makkelijk leven hebben dan? Als je dat allemaal kan doen. Ja, ik voel me bijzonder goed. Ja, toch ja, wel. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En heb je ook jezelf wel eens bij de kop en de kont gepakt, omdat ooit zeg maar een periode gaat? Ja? Iedere keer. Maar het is al vreemd. Het is al heel vreemd als iemand aan mij vraagt van Ben, hoe is het met je? Ja. Dan zeg ik, bij mij is het bijzonder goed. Dat vinden ze raar. Probeer het maar eens uit. Ga maar eens vanavond naar huis toe en wie je ook tegenkomt. En die vragen jou van hoe voel je je? En dan zeg je bijzonder goed. Dan zal nagenoeg 95% van de mensen al zeggen tegen jou, wat is er met jou gebeurd? Ja. Dat vinden ze al niet normaal. Dus we gaan het al normaal vinden dat we ons niet goed voelen.
Maar hoe krijgen we dan bij ons van binnen allemaal voor elkaar dat we kunnen antwoorden, net als jij, wat ik bijzonder net zeg, goed? Er komt iets in jouw brein en een woord, als ik een woord noem, komt dat woord, wordt een gedachte in je onderbewustzijn. We hadden net een voorgesprek, ik noemde een naam en je raakte in een emotie. Ja, dus je kreeg direct van, hé, wat gebeurt hier? Ja. Nou, dat zit allemaal in je onderbewustzijn. Dus die gedachte bepaalt welke emotie je krijgt. Gaat het dan om het herkennen van wat je eigenlijk echt wil of van wie je bent of wat je wensen zijn? Het associëren ook. Als er een woord bij jou binnenkomt en bij mij en bij hem ook, dat komt in je onderbewustzijn. En die legt een associatie met een emotie, waarschijnlijk vanuit het verleden. Nou, hoe ga je daarmee om? Ja, dus eigenlijk gaan goede voornemens ook eigenlijk over de mislukkingen die we daarvoor hebben ervaren. Is dat het dan? Het is waarschijnlijk is een keer door iemand bedacht die zei van oké, als het nieuwjaar is, dan gaan we allemaal nieuwe voornemens en dan gaan we allerlei dingen doen wat leuk is. Nee, je moet gewoon elke dag de dingen doen die je leuk vindt om te doen. Ja, IAG die heeft er ook een onderzoekje aan gewaagd. Die zegt ook volgens de statistieken, 80% van de Nederlanders die heeft een goed voornemen. Nou, u heeft er ook al een. Afval en sporten staat daar met 24% hoog in het lijstje. 83% denkt dat dat een succes wordt en 17% lukt dat maar. Ja, dat is niet best, hè? Omdat onder die 17% waarschijnlijk de mensen toch met wilskracht zitten. Ja, dus kennen wij onszelf dan zo slecht? Dat denk ik wel, ja. Maar vergelijk het met jezelf. Jij gaat trainen voor triathlon. Waarom wil je trainen voor triathlon? Omdat je dat leuk vindt. Ja. Nou, voetbal, we hadden net over voetbal. Mm-hmm. Waarom zijn voetballers gaan voetballen? Omdat ze het leuk vinden. Maar het is net of er zoveel invloed van buitenaf komen, waardoor ze het spelletje niet meer leuk vinden. Ja. Jullie hebben elkaar, kennen jullie elkaar ook van Go Ahead Eagles, hè? De voetbalclub uit Deventer. Ja. Wat deed u daar? Nou, ik heb daar een zevental jaar in de Raad van Commissarissen gezeten. Ah, kijk. En toen was Ben ook mental coach van onder andere een aantal spelers van ons. En je was echt een pionier in die tijd, hè? Toch? Ook bij Go Ahead. Of ik een pionier was? Ja, in die tijd ook. Want bij voetbal en mental coaching, dat ging niet altijd hand in hand. Ja, het is nog zo. Je hebt nog heel vaak in profsport en ook bij de ondernemers horen ze zeggen, ja, mental coaching, heb ik dat nu nodig? Nee, het gaat niet om of je het nodig hebt. Het gaat erom dat je eigen systeem kunt leren kennen. Ja. Van waarom doe je dingen zoals je ze doet? En waarom laat je weer zo snel beïnvloeden door een ander? Als ik die pen aan jou geef. Doe maar. En je pakt hem niet aan. Heb je dan een pen van mij gekregen? Je pakt hem niet aan. Ik pak hem nu wel aan, dus ik heb hem gekregen. Nee, maar je pakt hem niet aan. Heb je dan een pen van mij gekregen? Nee, want jij pakt... Ik geef hem jou toch? Ja. Je accepteert hem niet. Nee. Dus als ik jou een emotie geef, dan bepaal je zelf of die emotie aanpak, ja of nee. Okay, dus iemand hoeft jou... iemand kan je uitschelden, maar je bepaalt zelf of je die emotie accepteert of niet. Maar dat is toch hartstikke lastig. Nee, iets raakt je niet. Dat is juist heel simpel. Dus je kan je afsluiten. Je kan je leren afsluiten voor het andere. Als ik dan kijk naar voetballers bijvoorbeeld, ik noem dat de inner circle. Nou, wie zijn de mensen die echt om je geven en wie zijn voor jou belangrijk? Je relatie, je heb familie, je tweede ring, ga je derde ring, vierde ring, je hebt vijfde ring. Je hebt ook een zesde ring. Dat zijn de supporters van de tegenstander. Ja. Nou, bijzonder om te doen, hè? Ja. Ik ken een voetballer van vroeger die gewoon zegt van, als een supporter van een tegenstander de vinger omhoog deed zo. En dan flipte ik volledig, draaide ik helemaal door. Ja. Nou, hoe kun je dat doen? Ja, dat iemand die en van je afstaat. Je hebt dit weekend al meegedaan met Van Barneveld. Dat hij zegt van, ik heb, toen ik won kreeg ik 300 sms'jes van hoe goed het allemaal niet was. En toen ik verloor 30. Ja, dat is normaal. Ja. Maar daar moet je mee om kunnen leren gaan. Ja, daar moet je absoluut mee om kunnen leren. Nou, wat ik heel vaak gebruik in mental coaching is ook het woord Wim. Wim? Wim. En Wim staat voor... Weet jij wat dat betekent? Iets in je omgeving, dus iets emotioneels. Je staat bijvoorbeeld in de file en dan gebruik je de naam Wim. En Wim staat voor, de W is, wat is er nou aan de hand? Ja. De I staat voor, is dit nu zo belangrijk? En de M staat voor, maak je dan niet zo druk, man? Nee. En dan moet je opletten als je die omarmt als vriend, wat er al veranderen gaat. Nou, dan gaan we gewoon dat heel doen. Simpele we nemen deze van jou mee en we gaan snel door naar de overbuurman. Want anders dan heeft Herman helemaal niks meer om over na te denken. Of wel veel om over na te denken. Ja. Zeker zo'n Wim, denk ik. Ja. Wel eens over nagedacht, Herman? Ja, nou, ik geloof vooral in eigen kracht van mensen en ook van mezelf. Precies. En als je daarin gelooft, dan kun je een heleboel bereiken. En dat heb jij gedaan in Luttenbach. Dat jij heb hebt ik. Daar een heel sportdorp uit de klei getrokken, mogen we wel zeggen.
Nou ja, goed, ik niet alleen natuurlijk, maar wel met een heel stel mensen om me heen. En, ja. Want wat gebeurde er in Luttenberg? Jullie wilden graag een multifunctioneel sportcentrum. En de gemeente zei, we hebben niet zo heel veel geld, doe jullie maar lekker zelf. Nou, dat is gelukt. Het paste, kijk, we hadden een hele oude sportkantine, 7 jaar geleden, was nodig aan vervanging toe. En toen hebben we plannen gemaakt en die plannen zijn een beetje uit de hand gelopen. Daar kwam een sporthal bij en een grote kantine en een boardingveld en een kunstgrasveld. En dat kostte 2,4 miljoen. Ja, best een bak en, geld. Een heleboel geld. En wij geloofden daarin en we zeiden, dat gaan we maken. Maar dat paste eigenlijk niet in het beleid van de gemeente. In kleine dorpen wilden ze geen grote sportaccommodaties. Nee, Luttenberg, voor de duidelijkheid, heeft zo'n 800 We hebben zo'n 2200 inwoners, ja. Zo'n 800 gezinnen. Maar goed, wij geloofden erin en we hebben doorgezet. We hebben het geld bij elkaar gehaald. En we hebben ook een actie onder de bevolking gehouden en die stond er volledig achter. En dus die hebben ook allemaal zelf obligaties gekocht, hè, om deels mee te financieren? We hebben €150.000 van de bevolking gekregen van die 800 gezinnen om dit complex mee te financieren. Het lijkt me dat dan de hele bevolking het breed gedragen werd. Dat is ook zo. Maken ze er nu dan ook veel gebruik van? Ze maken er ontzettend veel gebruik van. Het sporten is gewoon toegenomen. Er zijn nieuwe verenigingen bijgekomen. We hebben meer vrijwilligers gekregen. Op zaterdagmorgen in de kantine. De opa's en de oma's komen mee naar het sportpark. Ja. Het heeft een enorme boost gegeven aan het dorp. Ja. En van daaruit, dit hebben we 7 jaar geleden geopend, hebben we ook weer andere initiatieven ontplooid. Dus we hebben ook ons gemeenschapscentrum bij de kerk Elkelijk. Hebben we vorig jaar ook heropend. Hebben we ook voor meer dan 1 miljoen verbouwd. Ja. Ook allemaal met eigen mensen. En wat vindt de gemeente daar dan nu van? Want die denkt natuurlijk, mooi oplossing. Ja, het is een beetje, kijk, we hebben op dit moment ontzettend goed overleg met de gemeente. En sterker nog, ze gebruiken mij als ambassadeur om andere gemeentes te gaan vertellen. En hoe voelt dat? Nou, dat voelt best een beetje trots, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat mag ook. En, maar dat is ook, wij hebben een klein dorp. Wij moeten het zelf doen in de toekomst. Als wij het niet doen, dan gaat het dorp verloederen. En dat zie je al in Groningen en in Limburg, dat kleine dorpen helemaal verlaten worden. Nou, dat willen we in Luttenberg niet. Dus wij pakken de kracht van de bevolking bij elkaar om gewoon dingen voor elkaar te krijgen. En nou, dat lukt. Het ene project na het andere komt eigenlijk van de grond. En zou je het ook aanraden om aan andere dorpen om dat te doen? Want ja, Luttenberg is natuurlijk niet de enige in zo'n krimpregio. Ik ben vorig jaar, ik denk Karin, dat ik wel 15 keer geweest ben in Tuberg, in Terwolde, in Deventer, overal om dit succesverhaal te vertellen. Ja. En je ziet, ik heb laatst nog een hele groep uit Drenthe op bezoek gehad. En je ziet steeds meer dat mensen beginnen te geloven in eigen kracht. Kijk, hand ophouden bij de overheid, dat is afgelopen. Passie. Dat kan niet meer. Dus als we wat willen met elkaar, moeten we het gewoon zelf doen. En heb je natuurlijk ook ongelooflijk veel vrijwilligers voor nodig. Hoe heb je die allemaal bij elkaar gekregen? Ja, dat is, bij die sporthal is het eigenlijk begonnen. Iedereen hielp mee op zaterdag met bouwen, heel veel bouwvakkers. En die zijn allemaal blijven hangen, ook nu. We hebben geen enkele betaalde kracht. We exploiteren het alleen maar met vrijwilligers. Van bestuur tot barpersoneel tot schoonmaak toe. En die vinden dat mooi. Die zijn trots op dat sportcomplex. Die zijn trots op Luttenberg. Nou, en zo dragen we die vrijwilligers ook weer door naar andere projecten. Ons nieuwste project is eigenlijk, wij hadden een bejaardentehuis in Luttenberg, mag ik dat vertellen? Graag. Ja? Nou, dat heette Maria Hoor, daar zaten 16 bejaarden. Dat was van zorggroep Raalte. Je ziet ook dat de zorginstanties zich ook meer en meer terugtrekken. Dat zie je overal, hè? Dat de mensen het zelf moeten doen. Zij hebben dat bejaardentehuis gesloten, Maria Hoor, u ziet het hier op de foto. Ja. En dat gaf natuurlijk een enorme klap in het dorp. Want mensen die zijn daar geboren, die leven daar en die willen daar eigenlijk ook doodgaan. Ja, en, heel begrijpelijk. Dus natuurlijk. Dat gaf een enorme klap. We hebben dus nu een nieuwe stichting gemaakt, Stichting Luttenberg Woont. En we hebben eigenlijk met de Luttenbergers hebben we zelf dat bejaardentehuis opgekocht. En dat gaan we nu deze zomer helemaal verbouwen.
tot 11 mooie huurappartementen en 8 nieuwe koopappartementen. Zodat iedereen kan blijven Zodat iedereen kan blijven wonen in Luttenberg. Nou, prachtig idee, ja. Hè? Ja. 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 Nou, laat het een inspiratie zijn voor heel veel andere dorpen. Niet alleen als het gaat om sport, maar dus ook als het gaat om... Ik nodig iedereen graag uit. Ook, jij komt weer met de triathlon, hè? Afgesproken. Zondag 29 mei gaan we dat erbij zijn. Doen. Ja. Goed. Okay. Morgen geven we een seminar hier in Van der Valk in Hengelo. Kunnen mensen zich aanmelden? Ja. Welke website kunnen ze het vinden? Promeg. Promeg. www.promeg.nl. Nou, heel goed.